De overtreffende trap van dromen is doen. Het realiseren van je meest authentieke verlangens is een kwestie van hard werken, discipline, volharding en grenzen verleggen. Dat lijkt een hele klus, maar ik heb ervaren dat wanneer je je hart volgt, je het niet ervaart als hard werken. Want dan ben je bezig met dat wat je het liefst doet. Met je passie. Dan leef je je passie. Je staat op het punt een belofte te maken naar jezelf en naar de wereld om je heen. Dat je er alles aan zult doen om dat waar je authentiek naar verlangt, om dat waar je van droomt, om dat te gaan verwezenlijken. Op het moment dat je naar buiten komt, op het moment dat je mensen gaat vertellen wat jij wil gaan doen, waar je authentiek naar verlangt, dan zullen er mensen zijn in jouw omgeving die aan je gaan vragen: en hoe denk jij dat dan te gaan verwezenlijken? Hoe denk jij dat dan te gaan doen? Je hoeft geen antwoord te geven op deze vraag. Want natuurlijk weet je dat nog niet. Je hebt nog geen idee. Het enige wat jij wel weet, is dat het je gaat lukken. Niet omdat je het hebt onderzocht of omdat je het hebt bewezen, maar omdat je weet dat het authentiek is. En omdat je besloten hebt erin te geloven. In deze fase ga je op zoek naar de middelen die je nodig hebt. Je gaat op zoek naar de route die je wilt gaan nemen. En misschien nog wel het meest belangrijk is dat je op zoek gaat naar mensen in jouw omgeving die jou willen en kunnen helpen, ondersteunen in het verwezenlijken van jouw droom. Vruchtbare verbindingen is een verbinding waarbij je je meest authentieke verlangen koppelt aan het authentieke verlangen van een ander. Net als er miljarden lichaamcellen in mijn lichaam en in jouw lichaam met elkaar samenwerken, zo leven er ook miljarden mensen op deze wereld met elkaar samen. En het lijkt erop dat iedere lichaamcel en ieder mens een tweeledig doel heeft. Enerzijds goed voor zichzelf zorgen en tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan een groter geheel. Dus hoe gezonder jouw lichaamcel is, hoe groter de bijdrage is aan jouw lichaam. Ik vraag me wel eens af hoe de wereld, hoe de maatschappij eruit zou zien als iedereen zich zou laten leiden bij het vinden van zijn of haar plek in de maatschappij door een authentiek verlangen. Een wereld, een maatschappij waarin iedereen zijn plek vindt en waarbij alles op zijn plaats valt. Het gaat er dan niet meer om dat je moet vechten voor jouw plek in de maatschappij, maar dan gaat het erom dat je een plek vindt die jou toebehoort. En als er dan een gat in de markt is, dan ben je dat gat zelf. Vruchtbare verbindingen. Een verbinding waarbij je authentieke verlangens aan elkaar koppelt. Eigenlijk een dag waarop ik dit in de camera vertel, is een voorbeeld daarvan. Ik wil dit verhaal graag vertellen, maar ik kan het niet alleen. Ik heb een aantal authentieke verlangens nodig. Ik heb een aantal passies nodig. Ik heb het verlangen nodig, de passie van een cameraman. Ik heb de passie nodig van een regisseur en van een geluidsman. En een combinatie van deze passies, een combinatie van deze authentieke verlangens maken dat dit product, dat dit project verwezenlijkt kan worden. Wie heb jij nodig bij het verwezenlijken van jouw droom? Welke mensen heb je nodig? En durf je het te vragen? Eén groot misverstand waar kinderen mee worden opgevoed is deze. Kinderen die vragen worden overgeslagen. Het tegenovergestelde is veel meer waar. Kinderen die niet vragen, die worden overgeslagen. Wie heb jij nodig voor het verwezenlijken van jouw oorspronkelijke, authentieke droom? De overtreffende trap van dromen is doen. Er wordt nogal eens verondersteld dat positief denken, je gedachten positief het universum inzenden, dat het genoeg is. Maar het is de halve waarheid. Op het moment dat je weet wat je wilt, op het moment dat je het voor je ziet, is er de bereidheid nodig om hard aan de slag te gaan. Om aan het werk te gaan. Opstaan als de wekker gaat. Hard werken is een vereiste, zolang het beeld wat je voor ogen hebt, het eindbeeld, helder blijft.
Ik ken geen aannemer die zomaar met zand en stenen gaat lopen sjouwen als hij niet weet wat hij gaat bouwen. Die aannemer die heeft de begeleiding nodig van een inspirerende en van een geloofwaardige architect. Hoewel ik ook heel veel mensen ken die leven als een aannemer zonder architect. Ze werken keihard, maar het lijkt nergens toe te leiden. Het eindbeeld moet helder blijven. Waar gaat het naartoe? En natuurlijk zijn er mensen onderweg, wanneer je aan het werk bent, wanneer je aan het verwezenlijken bent, aan het creëren, die niet in jouw verlangen geloven, die niet in jouw wens geloven, die niet in jouw droom geloven. En ze zullen tegen je zeggen, dat kun je niet. Wie ben jij om dit te gaan doen? Er is geen geld voor, er is geen tijd voor, dat heeft nog niemand gedaan. En al zeker jij niet. En natuurlijk is dat ontmoedigend. Maar je geestkracht is altijd sterker, zolang je gelooft. Er is een onderzoek gedaan in de Verenigde Staten waarin mensen werden gevolgd die hun leven op een totaal andere manier wilden leven. En er werd gekeken naar hoeveel tijd mensen nodig hadden om volledig te kunnen leven van hun passie, financieel gezien. En uit het onderzoek bleek dat mensen gemiddeld 3 tot 4 jaar de tijd nodig hebben om daarvan te kunnen leven. 3 tot 4 jaar. Dus de vraag is eigenlijk aan jou, in hoeverre ben jij bereid om de komende weken, de komende maanden en misschien dus wel de komende jaren te investeren in datgene wat jij wilt, in jouw droom. En daar heb je discipline voor nodig. Discipline is een sleutelwoord. Niet opgeven als het moeilijk wordt. Als je een winnaar wilt zijn, dan zul je eerst een tijdje een goede verliezer moeten durven zijn. Volharden, moeite doen, grenzen verleggen. En tegelijkertijd, als je hard werkt, als je volledig gaat voor dat waar je hart ligt, dat waar je passie ligt, dan geeft dat een goed gevoel. Misschien ken je het zelf wel. Als je enthousiast in het werk bent, als je blij bent, als je ergens helemaal voor gaat, als je voelt dat het klopt. En je komt thuis en je zegt, ik heb keihard gewerkt. Ik ben doodmoe, maar het wordt fantastisch. Hard werken, je best doen, moeite doen voor iets wat je graag doet, voor iets waar je hart ligt, voor iets waarvoor je gepassioneerd bent. Dat geeft een goed gevoel. Dat geeft energie. Je kent het misschien van jezelf wel. Als je heel hard hebt gewerkt en je komt thuis en je zegt ik ben doodmoe, ik heb keihard gewerkt, maar het voelt fantastisch. Dat geeft een goed gevoel. Je kent vast sprookjes. Ieder sprookje heeft een bepaalde basisstructuur. Ze komen eigenlijk allemaal op hetzelfde neer. Het begint bij de held of de heldin die verlaat zijn thuissituatie. Hij gaat op weg, hij gaat op avontuur. En onderweg wordt die held blootgesteld aan allerlei risico's, allerlei gevaren. Hij komt mensen tegen, wezens die hem allerlei listen influisteren, allerlei verleidingen. En aan het eind van het sprookje wordt de held blootgesteld aan zijn grootste beproeving. En op het moment dat hij de beproeving doorstaat, dan vindt hij de schat, de beloning en hij keert terug naar huis. Dat is een beetje in het kort de structuur van ieder sprookje. En toen ik hierover nadacht, toen bedacht ik mij, zou ik de held kunnen zijn van mijn eigen sprookje? Zou jij de held kunnen zijn van jouw eigen sprookje? De heldin van jouw eigen sprookje. Er is alleen één groot verschil tussen een sprookje en
jouw leven en mijn leven. Dat waar de held, de beloning, de schat vindt aan het eind van het verhaal. Daar vind jij de schat als je doet wat je het liefste doet in ieder moment. Als je het even niet weet, als je twijfelt, wat heel logisch is, keer dan even terug naar de stilte. De stilte waarin ik het in stap 1 over heb gehad. De ruimte tussen twee gedachten in. Naar bewustzijn. En kijk eens welk gevoel je lichaam uitzendt. En probeer eens te luisteren naar die stem die je hoort tussen twee gedachten in. Je intuïtie. En wat is dan intuïtie? Sommige mensen noemen het de taal van God. Ik noem het een innerlijke raadgever. En iedereen heeft toegang tot dat gevoel en tot die innerlijke stem. Om de stem van je intuïtie te kunnen horen is het belangrijk om stil te zijn. Om echt stil te zijn en te luisteren naar wat die stem je vertelt, naar wat je gevoel je vertelt. Dat kan op een bergtop in de Himalaya. Dat kan op een yogamat in een yogaschool. Maar dat kan ook hier in Amsterdam. In de hectiek, in de drukte van de grote stad. Stil zijn. Je weet hoe het moet. Je kunt de technieken gebruiken die ik in stap 1 met je heb behandeld. Het beoefenen en het opzoeken van stilte. Om te luisteren, om echt te kunnen horen wat de stem die tussen twee gedachten verborgen zit, jou vertelt. Als ik zelf een foute keuze had gemaakt op een moment in mijn leven, dan wist ik achteraf dat ik niet goed had geluisterd. En het is soms niet altijd even makkelijk om naar je intuïtie te luisteren, om naar je gevoel te luisteren. Je moet er echt stil voor durven zijn. Het is dus niet een kunstje, het is geen trucje, maar je moet werkelijk de stilte op wat voor manier dan ook in je leven integreren. Op het moment dat je er niet naar luistert, wordt die stem wordt luider en harder. Je zou het zo kunnen zien. Een boodschap is altijd een fluistering. Je moet er stil voor durven zijn, om hem te horen. En op het moment dat je hem negeert, wordt hij harder en verandert het in een probleem. En als je het probleem niet aanpakt, verandert het in een crisis. En uiteindelijk in een persoonlijke ramp. Dus wees af en toe stil en durf te luisteren. En op het moment dat je gaat verwezenlijken, op het moment dat je gaat realiseren, op het moment dat je gaat creëren, dan kan het niet anders dan dat er dingen in jouw leven gaan veranderen. Kan niet anders. En op het moment dat er dingen gaan veranderen, dan brengt dat een bepaalde onzekerheid met zich mee. En op het moment dat je die onzekerheid niet kunt accepteren, brengt dat angst met zich mee. Mensen die hun hele leven lang zekerheid hebben nagestreefd, doen daar een heel leven lang over, zonder het ooit te bereiken. Op het moment dat je de onzekerheid kunt accepteren, zullen er oneindig veel mogelijkheden op je pad komen. Wanneer iets voortkomt uit jezelf, dan kost het nauwelijks moeite. Dan gaat het vanzelf, als in een stroom. Als jij doet wat je het liefste doet, vind je de beloning.